Tussen de Zuid-Hollandse eilanden Voerne, Putten en Rozenburg bevindt zich de Brielse Maas, die het land rondom door zijn zoutgehalte aan het bederven was. Men besloot daarom dit water van de zee af te sluiten. Er werd een dam gelegd in de Botlek en een op de plaats waar de Brielse Maas in zee uitmondt. Deze werd afgebouwd op een sluitgat na van ongeveer 66 meter. Naar de juiste wijze waarop de sluiting van dit laatste gat diende te geschieden, werd in het waterloopkundig laboratorium in Delft een onderzoek ingesteld. Door middel van papiersnippers wordt de stroming zichtbaar gemaakt. In het natuurgetrouwe model wordt de waterhoogte gemeten, de stroomsnelheden, de krachten die hierbij worden ontwikkeld en de uitschuring van de bodem. Zo kan men bijvoorbeeld bepalen welke spanning de kabels moeten kunnen verdragen die de caisson zullen vasthouden waarmee het gat zal worden gedicht. Het op zijn plaats brengen van deze caisson is alleen mogelijk in de kenteringsperiode tussen eb en vloed, als de eb bijna weg is en voordat de vloed opkomt. Dit wetenschappelijk vooronderzoek, een werk dat hier spel lijkt, is van buitengewone betekenis bij het bepalen van de juiste factoren waarmee bij waterstaatkundige vraagstukken rekening moet worden gehouden. Aan de hand van de bij de laboratoriumproeven verkregen uitkomsten togen de ingenieurs van de Rijkswaterstaat en de aannemers aan het werk. Hier is het ruim 60 meter brede gat dat gedicht moet worden. De windkracht wordt gemeten. Deze factor kan en mag bij de werkzaamheden niet worden verwaarloosd. Het is aflopend getij. Met grote kracht stroomt het water uit de Brielse Maas door het gat naar de Noordzee. Elk ogenblik wordt de waterhoogte in het sluitgat gemeten. Tegen 12 uur, als de getijstroom voldoende geminderd is, krijgen de vier sleepboten op de Brielse Maas het sein dat ze kunnen opvaren. Zij trekken het enorme betonnen gevaarte dat aanstonds in het gat tot zinken zal worden gebracht. 3 miljoen kilo weegt deze caisson, die in 1944 door de geallieerden gebruikt werd bij de bouw van de kunstmatige haven voor de Normandische kust. Hij wordt door het sluitgat naar buiten gebracht. Eenmaal buiten wordt de caisson met zware staaldraden aan het zuidelijke dijkhoofd verankerd. Het wachten is nu op doodtij, die korte tijd tussen eb en vloed, waarin de stroming in het gat tot een minimum gereduceerd is. En dan breekt het grote ogenblik aan. De sleepboten trekken opnieuw, nu in landwaartse richting. Meter voor meter zwaait het reuzengevaarte een kwartslag om. Kleiner wordt de ruimte tussen de caisson en de voorste punt van de noordelijke dijk. Nauwelijks 10 minuten nadat de manoeuvre begon, is het karwei gelukt. De bijna 2000 meter lange dijk is dicht. De Brielse Maas is een binnenmeer geworden. Deze afdamming, een episode in de voortdurende strijd tegen het opdringende zoute water, is een onderdeel van het gigantische werk dat op het ogenblik verricht wordt ter verbetering van de landbouwkundige toestand in ons land.